Dit is een nieuwsuitzending samen met Jurk Gliesman. Of zoals ik het graagste, het liefste zeg, het gernste zaak, her Jurk Gliesman. En ik wil dat jullie goed naar hem luisteren. We hebben momenteel Skype-problemen in die zin dat hij mij niet de hele tijd goed kan verstaan. Jullie kunnen her Jurk Gliesman wel goed verstaan. Wees nou blij. Wij gaan Bijbel lezen. Dat betekent geen gezeur over nare dingen, maar gewoon de weg wijzen voor jullie, kinderen van God. En nu is het woord aan her Jurk Gliesman. Guten Tag, her Gliesman. Ja, moin, 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 Perry. Moin, moin is wat wij in Hamburg en het noorden van Duitsland zeggen. Ook waar, joh. S'morgens, middags, avonds en 's nachts, de begroeting. Ah. Zoals je bij wijze van spreken hier in Vlaanderen, daar altijd kan zeggen tegen iedereen. In Vlaanderen kan je dat ook zeggen. Leuk dat wij altijd eindelijk nog eens een keer samengekomen zijn om in de Bijbel te lezen. Aha. Spijtig dat je die recording pas nu stopt, want ik heb daar juist de eerste 12 verses van Matthäus 7 gelezen met een kleine inleiding. En moet ik die nu nog een keer doen of heb jij liever van niet? Ik zou zeggen, doe hem gewoon nog een keer. Oké, doe hem gewoon nog een keer. Gewoon beginnen bij Matthäus 7, dus vers 1. We hebben eigenlijk afgesproken vandaag dat we verder wilden lezen in Matthäus 7. Hm. Een heel belangrijk kapitel in het evangelium van Matthäus. Alhoewel ik eigenlijk geen enkel kapitel in het hele evangelium weet dat niet belangrijk is. Maar omwille van dat wij dus daarvoor Matthäus 6 besproken hebben met het Onze Vader gebed, waar dat Jezus ons geleerd heeft hoe we moeten bidden naar Onze Vader, hoe dat we moeten fasten en hoe dat we onze verschillende dingen op deze wereld moeten gaan gedragen. En hij gaat voort in Matthäus 7 over het oordeel, dat wij mogen oordelen of niet mogen oordelen, maar daar hebben we allemaal over besproken verleden keer en ik ga daar ook niet op in terug. Maar ik ben geen vriend daarvan om een Bijbelstudie te beginnen ergens in het midden van een kapitel. Ik wil ons in de juiste stemming brengen en lees nog eens de eerste 12 versen voordat we met vers 13 in Matthäus 7 verder gaan, nog een keer voor, ter herinnering. Ja. En ik doe dat uiteraard in de Koning James Bijbel van 1611, die Authorized Version. En daar wilde ik nog eventjes een klein woord over zeggen over deze Bijbel. Ik heb iets meer dan een week geleden een commentaar gekregen van een van mijn Duitse video's uit de serie die ik toen gedaan heb, Luther 2017, Christ or Christ oder Antichrist, wat kies jij, heb ik die serie genoemd. Da heb ik een papier van de Sieben-Dags-Adventisten, dat kleine 40 pagina's was, volledig doorgewerkt, gereinigd van Sieben-Dags-Adventistische leer, die mij niet aanstond, en heb daar in totaal 7 video's over gemaakt van telkens 1 uur. En in een van die delen was een van mijn toeschouwers op mijn kanaal die mij een vraag stelde over dat zij graag de King James wilde bestellen, omdat zij gehoord heeft dat ik zei van ja, vergeet al die Duitse Bijbels, die zijn allemaal corrupt. En dat de enige Bijbel de King James is. En ze heeft dan gevraagd van ja, maar waar kan ik dan zo een krijgen? Dus ik ben dan online op zoek gegaan, heb een link gevonden die mij zeer aanstond, kwalitatief, dat vond ik heel goed, van bijna dacht ik een Nederlandstalige naam van dingen. Ik kan dat nu nakijken, die Bijbel is in mijn living. Maar dat is in feite de punt. Dus ik heb die toeschouwer in een commentaar aangeraden die Bijbel te kopen, omdat er ook bij stond, dat is een Red Letter Bijbel. Dat wat ik hier ook aan het lezen ben, wil zeggen van de woorden van Jezus Christus zijn in rood, zoals jullie op dat scherm ook zien, op de Bijbel die Perry hier in het scherm houdt voor onze opname. En die was aan een prijs van, ik dacht iets van 13 euro of zoiets. Mm-hmm. En ik heb die dus geadviseerd, maar dacht van ja, een Bijbel kun je nooit te veel hebben. Dus bestel ze zelf maar en dan zie je zelf of dat je een goed advies gegeven hebt. En die Bijbel kwam vandaag toe en ik heb nagekeken en dat is met de woorden van Jezus in het Nieuwe Testament in rood. Schitterend. En ik ben blij dat ik kijker dat geadviseerd heb. Ik heb dan ook nog een keer teruggegaan naar die commentaar en heb daarbij geschreven, kijk, ik heb mijn Bijbel vandaag gekregen, ik heb ze besteld en ik kan je echt aanraden, deze te bestellen. Ja. Dus, ik heb het ook zeggen, ik geef dan ook niet zomaar ergens leeg advies. Heb je daar tot nu hiertoe misschien ergens een commentaar op, Perry? Nee, ik heb een idee,
Als jij nou vers 1 tot en met vers 12 in één keer opleest, dan lees ik zonder commentaar. Ik geef ook geen commentaar. En dan ga ik datzelfde stuk doen in het Nederlands. En dan gaan we beginnen met vers 13. Met commentaar. Ja. Ja, was je nu er iets aan het zeggen of zo? Want... Ja. Jij doet vers 1 tot en met vers 12 van Matteüs 7. Uit de King James. Ik daarna in het Nederlands. En wij geven geen commentaar. En dan gaan we door met vers 13. Ja. Commentaar hebben we de verleden keer al gegeven. Dat precies. Dat is de vorige uitzending. Dan gaan die mensen maar een keer een linkje terug. Jij bent aan het woord. Oké. Dus ik ga dan beginnen in kapitel 7 van Matteüs. In the King James Bible. Judge not, that ye be not judged. For with what judgment ye judge, ye shall be judged. And with what measure ye meet, it shall be measured to you again. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye, and, behold, a beam is in thine own eye? Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you. Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. For every one that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a serpent? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them. For this is the law and the prophets. Oké. Nu ik in het Nederlands. Ik ben even naar boven. In het Nederlands. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met de maat waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder? Maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen, laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? Huichelaar! Doe eerst de balk uit uw eigen oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen. Geeft het heilige niet aan de honden, en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en zich omkerende u verscheuren. Bid, en het zal u gegeven worden. Zoekt, en gij zult vinden. Klopt, en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal
hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw vader, met een hoofdletter V, in de hemelen het goede geven aan hen die hem daarom bidden. Alles nu wat gij wilt, wat u de mensen doen, even kijken, alles wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij dan ook al dus. Want dit is de wet en de profeten. Oh. Ik ben klaar. Ik heb hier ondertussen een Nederlandstalige Bijbel online opgeslagen, die noemt het boek. En dat is een vreselijke vertaling. Okay. In vergelijking met wat jij juist voorgelezen hebt. Ik heb in de helft van de tijd niet gevonden waar je was. Hmm. Dus dat toont weer al maar een keer aan hoe verschillend die verschillende Bijbels zijn. Weet je, voordat ik met vers 13 doorga, wil ik nog eventjes zeggen van, je bent geëindigd op van, ja, dit is de wet en de profeten. Hmm. For this is the law and the prophets, as it in the King James noemt. En dat is hoe dat wij over het algemeen het Oude Testament noemen. Hmm. Het Oude Testament werd door Jezus nooit het Oude Testament genoemd. Aha. Jezus en iedereen die de Bijbel verstaat, spreekt niet van het Oude Testament. Aha. Die spreken van the law and the prophets. Yep. Oké. Okay. Mooi. In vers 13. Nog even een seconde. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Ja. Breed is de weg die naar de verdoemenis voert. Ja. Breed is de weg die iedereen beloopt. Ik zou zeggen, toon moed, toon courage, toon karakter, in tegen de stroom in te durven zwemmen en niet op de brede straat van verdoemenis mee te gaan lopen. Ja. Ik vind het, dit is helemaal mijn ding. Ik heb hier ook een lied over geschreven. Je mag gewoon zingen over de Bijbel, hoor, volgens mij. Misschien profaan met de B mineur en D groot. Ik heb hier een lied over geschreven. Mm-hmm. Het is inderdaad zo. Het is heel moeilijk. Wat Christus Jezus zei, tel je zegeningen. Count thy blessings. Ik weet niet precies waar het staat, maar hij heeft dat wel gezegd. Er zijn weinig dingen om echt tevreden en fijn en warm mee te zijn. En niet al die andere, ja, al die feesten. Het is niet zo heel erg leuk. Oké, okay, vers 14. Kijk, okay, vers 14 heb jij gehad. Nee. Ik zal even de vers 13 nog even voorlezen. Ik heb vers 14 heb ik nog niet voorgelezen. Mooi, oké. Okay. Die kwaliteit van die opname is, sorry voor het woord, absoluut kloten, hè. Jo, maar wij gaan door, hè. Enkele seconden nadat jij iets zegt, terug iets en ik hoor mezelf dan ook nog. En ik heb helemaal geen conversatie met jou hier vandaag. Dat is echt verschrikkelijk. En als jij de opname terugluistert, dan zal je horen dat wij wel degelijk in discussie zijn. Nou, dat is fijn, maar als ik die discussie niet live kan meemaken, is dat wel niet mooi. Nee, dat is voor jou een beetje moeilijk. Anyway, ik heb dus vers 14 nog niet voorgelezen. Nee, maar ik heb eerst wel gesproken over, heb geprobeerd vers 13 te analyseren en daarbij blijkbaar woorden gebruikt die in vers 14 al staan. Ja. Dus zal ik vers 14 nu een keer voorlezen. Oh, maar mag ik eerst vers 13 in het Nederlands? Alsjeblieft. Ja, oké. Okay. Gaat in door de enge poort. Want wijd is
de poort, want wijd is het, en breed de weg, die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor ingaan, de brede poort. Want eng, smal, is de poort en smal de weg die ten leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Dit was, ja. Oh, dit was 14 al. Ja, dit was jij, 14 al, ja. Ja, precies. Maar pak hem maar weer op en gaan we door tot 15. Ja. We maken dit Jurk. Because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Yes. Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Wisst es vorsichtig vor false Propheten, die kommen in Kleden von ein Schaap, maar van binnen zijn ze roofgierige wolven, staat in mijn Ravening, dat weet ik niet goed, de vertaling voor naar het Vlaams. Ja, hier staat roofgierig. Reisende wölven, würde ik in Deutsch sagen, maar we spreken hier niet Deutsch. Wie zeggen dat? Sag eens maar af Deutsch. Beware of false prophets. Nu kun je zeggen van, ja, maar wat zijn dan valse profeten? Uh-huh. Wel diegenen die een ander evangelium leren dan dat wat in de Bijbel staat. Ja. En als je dus op een zondag naar de kerk gaat en je luistert naar je pastoor in de veronderstelling dat je geen katholiek bent en naar een priester moet gaan luisteren, ja, dan zei je sowieso niet meer te helpen. Uh-huh. Als je in een kerk gaat en je luistert naar je zogenoemde protestantse pastoor daarvan voor, dan moet je al dat wat hij zegt meten aan de Bijbel. Ja. De Koning James Bijbel. Dat lijkt me wel, ja. En je zult merken dat veel dingen die hij zegt niet overeenkomen met dat wat Jezus in zijn woord aan u, de Koning James Bijbel, leert. Ja. En als iemand iets anders leert als dat evangelium dat door de apostels hier gebracht wordt, dan is dat omwille van dat geen licht in hem is. Mm-hmm. En omwille van dat zij een valse profeet zijn. Yes. Een valse profeet is in mijn ogen de hele protestantse kerk vandaag de dag. Die allemaal terug onder de vleugels van Rome gaan. Ja, dat is verschrikkelijk. door de ecumenische beweging ingeleid in de finale ronde in 1962 tot 65 op het Tweede Vaticaanse Concilie. Ja. En in 1999 hebben ja onder andere de Lutheranen, oh ja, met de Romeins-Katholieke Kerk een contract getekend. De Joint Declaration of Justification. Ja, dat kan ik nu niet vertalen naar het Vlaams. En in 2004 hebben de Methodisten dat ook gedaan. En ik heb juist een boek uitgelezen in het Duits van Dr. Martin Kobialka. Dat noemt Ökumene und Weltregierung, of in Ökumenisme en Wereldregering. Ja. Dat boek is van 1994 en Dr. Kobialka is een zevendaags Adventist professor, die onder andere in Amerika aan de zevendaags universiteit in Michigan of zo, dacht ik, opgeleid en geleerd heeft en alles. En die heeft een boek geschreven daarover en uit dat boek is duidelijk geworden hoe dat ook de zevendaags Adventisten door lid te zijn van de ACK, de Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland, dus de werkgemeenschap van christelijke kerken in Duitsland, en de ÖRK, de Ökumenische Raad der Kirchen, dus de Ökumenische Raad van de Kerken, lid te zijn, aan de Ökumenische Beweging meedoen en dus de hiërarchie van die kerk valse profeten zijn. Ja. En zoveel van hun schapen als mogelijk proberen mee te nemen op wat Jezus hier bespreekt in vers 13. Wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction. Omwille van dat mensen nog altijd graag mensen volgen in plaats van Jezus te volgen. Ja.
Maar alstublieft, Perry, geef mij eens een keer een commentaar hierop. Ja, ja. Praat weer helemaal tegen mezelf. Ja, de paus, die Rooms-Katholische Kirche, die zegt, verdeel uw rijkdom. Heb medelijden met de armen, de armoedige mensen. En hij doet zich voor als een weldoener. En onderwijl heeft hij dus de Oestasja opdracht gegeven om 700.000 van ons. Die zijn niet meer in leven. En bah! Dat is een valse profeet. En Ravening Rules, ik zal even voorlezen. Wacht u voor de valse profeten die in schapenvacht tot u komen. Maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Als er iemand behoefte heeft aan geld, is dat de paus wel. Voor zijn dure hoed. Jij mag verder. Dus in vers 16 gaan we dan verder. Ye shall know them by their fruits. Yep. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Bij hun vruchten zul je ze herkennen. Yep. En daar moet je toch gewoon naar kijken. Daar was een keer een interessant lied van de groep Genesis, zoveel jaren geleden. Mm-hmm. Als ik niet mis ben, ja, dat was Genesis, op dat album We Can Dance. Mm-hmm. En dat noemde dat weer, dat ging over die televangelists, dus die evangelische priesters op de televisie in de Verenigde Staten van Amerika. Mm-hmm. En een van de belangrijkste zinnen die Phil Collins in het lied zong was Do as I say, don't do as I do. Aha. Omwille van aan hun daden zulde ze herkennen. Aan de vruchten die hun daden voortbrengen zulde ze herkennen. En daarom moet je die mensen meten. Yes. Ja, misschien is een commentaar, Perry, want ik hoor weer niks. Ah ja, nee. Maar de luisteraars horen mij wel, hoor. Ja, maar ik niet. Oh, ambition wel, hè. Oh, ga maar door. Ik zal even vers 16 even voorlezen uit het Nederlands. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Dubbele punt. Men leest toch geen druiven van doorns of vijgen van distels. En lezen, dat is verzamelen. Oogsten, ja. De Esther, dat is het enige boek van de Bijbel met als titel de naam van een vrouw. Je noemt je kind geen Esther, hè? Als het een jongetje is. Hè? En die leesde Arens. Dus zij mocht, als de oogst binnengehaald was, mocht zij de laatste dingen verzamelen. Dat heet lezen. Ja, wel, in Duits is de oogst van de druiven, die noemt men ook de lezen. Okay. Maar het is het oogsten. Dus het is een ander woord daarvoor. Aha. En het lezen is waarschijnlijk daarom gezegd, omwille van dat anders als bij koren, waar je gewoon alles afoogst zonder te gaan kijken. Ga jij de druiven, ga jij ook bekijken als je ze oogst. Ja. En ga alleen de goeie plukken en niet de rotte. Nee, natuurlijk niet. Ik veronderstel dat het daarvan komt. Maar het is dus het woord dat hier staat in de Koning James is gather grapes, dus verzamelen. Ja. Verzamelen mensen druiven of toorns, ja, wat is dat in Vlaams, weet ik niet. Doorns. Of vijgen. En distels. Distels. Maar dus de lezen is in feite de oogst. Het is een oogst. Ja. Wilde ik maar eventjes klaarstellen. Ja, en in Duits gebruiken we dat woord nog altijd. Voor de druivenoogst is die wijn. Druivenoogst in Duits is wijnlezen. Aha. Dus vandaar dat ik dat weet. Dank en niet alleen omdat ik wijnverkoper ben, dat wist ik sowieso.
Het leven goed, is omdat te ik kort. Weer niks hoor van Perry, ga ik eventjes een keer door met vers 17 en dan zal ik zwijgen, dan kan hij daarna een keer iets zeggen. Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Oké, en die ga ik nou vertalen. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Jij bent aan het woord. Ja, daar moet men ja niet al te veel over zeggen, hè? Je mag gewoon doorgaan. Aan de vruchten zullen ze herkennen. En als dat de slechte vruchten zijn, dan is ook de wortel rot. Hè? Ja, lijkt me en wel, dat ja. In de Romeins-Katholieke kerk de wortel rot is, herken je daaraan dat ze uit Babylon komt. Daar moeten we niet verder op gaan voortrijden. Vers 18. A good tree cannot bring forth evil fruit. Neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Nee, maar een corrupte boom kan wel vrucht voortbrengen die naar het buiten toe mooi schijnt, maar naar binnen toe puur vergif is. Yep. Dat kan wel. Maar het wil dus, wat Jezus hier daarmee wil zeggen, is van als je goed bent, en als je daden goed zijn, en goed is gemeten aan de wetten van de God, van de Bijbel, dan breng je ook goede vruchten voort. Ja, natuurlijk. Maar als je in je hart euvel zijt, of duivels zijt, dan kun je ook geen goede werken voortbrengen. Ja. En waarom ga ik het nu over werken hebben? Dat is ja iets wat de Romeins-Katholieke Kerk zo belangrijk vindt. Aha. Wel, maar de Romeins-Katholieke Kerk leert dat deze werken nodig zijn voor onze redding. En het christendom zegt dat de goede werken het gevolg zijn van onze redding. Ja. En dat is in feite wat Jezus hiermee bedoelt. A heel good tree cannot bring forth evil fruit. Eens je gered bent, eens je Jezus in je leven geaccepteerd hebt, hem als jouw verlosser geaccepteerd hebt en bekend hebt, en je bekent Jezus en de Vader voor iedereen, dan kun je geen slecht fruit voortbrengen. Want een goede wortel kan maar goed vrucht produceren. Ja. Maar eveneens kan een corrupte, een slechte wortel of boom, kan ook geen goed vrucht voortbrengen. Maar men moet natuurlijk in deze wereld opletten, dat fruit die naar buiten toe goed schijnt, ook daadwerkelijk van een goede boom komt. Ja. Ik ga het nu in het Nederlands doen. Vers 18. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Jij mag door met 19. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Hier gaat Jezus in op de parabel die hem al eerder bracht, op de tijd van de oogst. Dat is de tijd als hij terugkomt. En dat wil zeggen van dat de beloning komt voor diegenen die goede vruchten voortbrengen. Die gaan in de eerste heropstanding gaan deelnemen. Mm-hmm. En iedereen die dus slechte fruit voortbrengt, die wordt op den ogenblik van de oogst in het vuur geworpen. Die parabel van the tares and the wheat op een andere plaats in het Matthäus-evangelium. Het heet, is waar hij hier naartoe refereert. Even naar voor de luisteraars. The tares and the wheat. Wij noemen dat het kaf en het koren. Of andersom. Koren en kaf. Ah ja, het kaf van het koren scheiden is dat in Vlaams, hè? Ik lees hem even in het Nederlands voor. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Oké, 20, jij mag. In aanleuning hieraan, wherefore by their fruits ye shall know them. Ja.
dat heeft hem ook al gezegd in vers 16. Ye shall know them by their fruits. Ik pak hem even en terug. Nu zegt hem het nog een keer. Ja. Wherefore by their fruits ye shall know them. Als Jezus zoiets herhaalt, dan is dat dus blijkbaar belangrijk. Dat lijkt me ook, ja. Ik kan ook al beweren dat ik de allerbeste vader van Arnhem ben. Maar als dat niet blijkt uit mijn daden, wie ben ik dan? Je kan wel van jezelf wat zeggen, maar je moet het wel doen. Op z'n Engels, put your money where your mouth is. Of laat uw woorden daden volgen. Ja, dat lijkt me ook, ja. Waarom ben je hier geboren? Vanwege Darwin? Charles Darwin heeft de evolutietheorie verzonnen en je stamt af van de apen. Nou, ik dacht het even niet, hoor. Je hebt hier iets te doen. Wij zijn meer verantwoordelijk dan de eerste beste krokodil. Hoe geht weiter, mijn vriend? Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven. By their fruits you will know them. Het is niet belangrijk dat je duizend keren per dag zegt, geprezen zij Jezus Christus of geprezen zij de Heer in de hemel, maar wat je doet. Ja. En als je daden overeenkomen met de leer van de Heer, met de leer van Jezus Christus. Yes. Dan zijt je, of toon je, rechtvaardigheid. Okay, rechtvaardigheid die je alleen maar kunt krijgen van Jezus Christus. Absoluut. Want op een andere plaats in de Bijbel zegt hem duidelijk genoeg. There is not one righteous. No, not one. In het Nederlands. Niet een ieder die tot mij, met een hoofdletter M, zegt, dubbele punt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vaders, met een hoofdletter V, die in de hemelen is? Die dus wel. Jij mag door. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name has cast out devils, and in thy name done many wonderful works. And then I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Vers 22 en 23. Vele zullen tot mij zeggen, in den dag. In welken dag? Den dag van het oordeel. Den dag als Jezus terugkomt. Ja. Maar hebben wij niet geprofesseerd in jouw naam? Hebben wij niet duivels uitgedreven? Hebben wij niet wonderbare werken in jouw naam gedaan? Zonder hem echt te bekennen. Zonder hem volhartig een leven lang te volgen. Daarom zal hij zeggen tegen hem, ga weg van mij die jullie euvel werk doen. Ik ken u niet. Ja. Nu op het Nederlands, in zijn Nederlands. Velen zullen te dien dagen tot mij, met een hoofdletter M, zeggen, dubbele punt. Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? Vraagteken. En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, met een hoofdletter M. Gij, werkers der wetteloosheid. Man, dat is wel, dit is punk. Dit is punk filosofie. Punk muziek, weet je wel, het einde jaren 70. Ja, ja. Geweldig om hierbij stil te staan. Jij mag door, ga maar door. 23. Want, ja, ik vind straks, het, straks ik valt vind iedereen het een heel mooie plek hier eventjes. Want kijk,
Ik noem ze vrije tijdschristenen, Perry. Die mensen die naar hun werk gaan, die graag in de wereld zijn, naar hun werk nog ergens een keer een pintje of twee, drie gaan drinken, naar de bioscoop gaan, die rondhoeren, ik weet niet hoe je dat in Vlaams zegt, dat is fornication bedrijven. Ja, ja, I know, ik ga er dagelijks mee om. Die rondseksen, omdat ze daar goestingen hebben. Ja. En die dan een keer naar huis komen, op een zondag gaan ze dan in de kerk en prediken Jezus Christus, bij wijze van spreken. Dat zijn zo ongeveer 95% van de christenen die in de wereld rondlopen, of christenen wel tussen aanhalingstekens. Dat zijn die, die ik noemde vrije tijdschristenen. Ja. Ja? Die zich met Christus of met geloof bezighouden wanneer het hun in hun agenda uitkomt. Ja? Die agenda bij de hand nemen en zeggen van dat uur tot dat uur doe ik dat. En van dat uur tot dat uur doe ik dat. En als ik nog een keer tijd heb, dan doe ik daar misschien eens een keer iets voor Jezus. Bij wijze van spreken. Vrije tijdschristenen. Daar is de wereld vol mee. Als je Christ bent, dan ben je dat voltijds. En alles wat u van Christ weg doet halen, zoals werken in dit systeem in dat wij leven. Zoals deelnemen aan dit systeem. Met die voorbeelden die ik daar juist gegeven heb. Ja. Dat zijn allemaal dingen die niet van Christus zijn. Klopt. En als je daaraan plezier hebt, dan heb je plezier in de wereld. En als je dat hebt, dan word je op het einde uiteraard door Jezus Christus op die manier behandeld. Gelijk dat hij je juist gezegd heeft. Yep. Depart from me, ye that work iniquity. Jullie, die oppervlakkig, alleen maar aan de buitenkant Christ zijn. Wat is dat aan de buitenkant maar Christ te zijn? Dat is gelijk de valse profeten, die in schapenkleding komen, maar aan de binnenkant wolven zijn. 95% van de zogenoemde christen is niets anders als ik wil dat. Eventjes, ik hoop dat ik mij kan verstaan. Sorry voor die harde woorden. Maar kijk iedereen een keer in zijn eigen hart. Hey, er is een Britse band uit Engeland. Die heet The Wurgers. The Stranglers. En die aanvoerder, die heet Hugh Cornwall. En hij heeft gedicht Better Watch Out voor de skin deep. Hoe christelijk is dat, hè? Want daar heb je niks aan. Mensen die een beetje in de rondte lopen van, oh wat leuk dat deze hele wereld voor mij geschapen is door God. Nou, dan ga ik even lekker genieten. Want die dames die de hele tijd zeggen, ik wil leuke dingen doen. En me dan niet de afwas natuurlijk. Zo is het. Ga maar door. Geht weiter, mein Freund. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Okay, nu ik. Ieder nu die deze woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Jij mag. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house. And it fell not, for it was founded upon a rock. Dat is een heel belangrijk kleine part in dit wonderbare kapitel 7 van Matthäus. Ja. We hier in de 25e vers lezen, en ik zal het nog een keer lezen, dat jullie het goed verstaan. Ja. And the rain descended, because it says in verse 24, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Deze steen, over die Jezus hier spreekt, daar beweert de Babylonische KKK, katholieke kutkerk, zegt hij altijd. Ja, van 8 jaar een oud kuddekerk. Daarvan dat deze steen
Peter was, Petrus was, an die Jesus so Gesicht des Slötels von der Hell in den Himmel gegeben heeft. En de Paus bewährt von sich selbst, den Opfolger von Petrus zu sein. Nu, da können wir urenlang over diskussieren en daar wil ik nu helemaal niet op aan. Maar wat ik wel belangrijk vind... Sta stil bij het positieve. Wat wil Christus Jezus hier tegen ons zeggen? Wat ik wel belangrijk vind hierbij te zeggen is van... Als je niet oplet waar je je huis bouwt, waar je je vertrouwen op zet, waar je alles op inzet wat je hebt, als je dat niet controleert waar je dat op zet, dus niet op steen, maar op zand bouwt, bij wijze van spreken, dan als je op zand bouwt, dan gaat je huis geen stand houden als de regen valt, als de vloed komt en als de wind blaast. Ja. Maar als je dat bouwt op mij, op Jezus Christus, want hij is de steen op die die kerk gebouwd is. Ja. Ja? De kerk namelijk is het lichaam en Jezus is het hoofd. Yep. Als jij je vertrouwen zet in Jezus Christus en als jij bouwt op die steen dat vertrouwen dat Jezus Christus is, dan zal je huis ook blijven staan. Ja. Oké, dan wil ik nu even... De Nederlandse vertaling is ook weer mooi. En de regen viel neer. En de stromen kwamen. En de winden waaiden en stortten zich op dat huis. En het viel niet in. Want het was op de rots gegrondvest. Gegrundlagert, of Duits het, hè? Grondvesting is toch grondlagen? Ja, grondlagen, ja. Nu mag jij door. Ja, dat fundament, hè. Dat fundament, ja. Men spreekt ook van het fundament. Ja. 26, is jouw beurt. Zal ik maar verder gaan? Maar tot en met het einde van hoofdstuk 7. And everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. Oké, okay, even stoppen. Een punt die ik dus uiteraard al maakte zonder het gelezen te hebben, maar nu wordt het hier nog een keer door Jezus nog een keer bevestigd. Ja. En we gaan verder in vers 27. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell. And great was the fall of it. Okidoki. En ik zou hier graag eventjes een parallel trekken met de laatste zin. And great was the fall of it. In Openbaring lezen wij, Babylon is fallen. Yep. Is fallen. Yes. Ja, 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 ja. Oké, nu in het Nederlands. En een ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer, en de stromen kwamen, en de winden waaiden, en sloegen tegen dat huis. En het viel in. En zijn val was groot. Dus voor iedereen met hoogtevrees, don't go this way. Je valt omlaag, man. 28 is voor jou. And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine, for he taught them as one having authority, and not as the scribes. Okidoki. Einde het kapitel. Heel belangrijk, deze laatste zin. For he taught them as one having authority, and not as the scribes, meaning, betekent die schriftgeleerden, menen maar autoriteit te hebben, maar ze hebben ze niet. Maar Jezus is de autoriteit. Ja. Hij is God in het vlees. Oké, dan ga ik in het Nederlands. En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen,
Een schaar is een groep van mensen. De scharen, de gemeente, versteld stonden over zijn leer. Want hij, Christus, dus, leerde hen als gezaghebbende. En niet als hun schriftgeleerden. Ik doe mijn Bijbel dicht, we hebben hoofdstuk 7 uit. Ja. Mooi gedaan. En dan komen er nog een paar in Matthäus. Ook de Matthäus 8. Nee, deze is wel deze goed gelukt, man. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ik maak een afsluiting. Als jij nu als laatste iets gaat zeggen. En ik sluit hem af. En dan gaan we nog even doorkletsen. Vind je het goed? Ja, goed. Oké, sluit hem af. Ik zou alleen maar eventjes willen zeggen van... We hebben nu vandaag de moeite gedaan om dat hele kapitel 7 een keer te lezen. En de helft daarvan... tijdens de lezing te analyseren. Pak dat samen met de laatste video van ons en heb je dat hele kapitel bijeen. En misschien leer je daar toch een beetje iets uit voor het dagelijkse leven, voor jezelf. Ik wil eventjes een keer een kleine anekdote vertellen wat mij vandaag overkomen was. Ik moest vandaag naar de autokeuring. Ik ben natuurlijk weer gekloot, alhoewel dat mijn auto juist voor 600 euro in de garage was, was er natuurlijk weer een kleinigheid aan dat ik nog een keer terug moet gaan. Maar die jonge mens die mij daar doorgeleid heeft en mijn auto over die verschillende staties gereden heeft om hem te testen. Als die bij mijn auto toekwam, als ik binnenreed, had ik de radio aan en ik luisterde op een USB-stick naar Tom Fress, naar een van zijn lezingen van dat boek Romanism and the Republic. Mm-hmm. En die jongen die stak zijn kop in mijn auto en zei van, wie is dat daaraan praten met jou? En ik zeg van, dat is niet met mij. Ik zeg, dat is een radio-uitzending uit Amerika van een goede vriend van mij. Ah, zei hij Amerikaan? Ik zeg, nee, ik ben Duitser. Ah, zei hij Duitser? Ik zeg, ja. En hij zegt, ja, waar gaat dat dan over? En dan heb ik hem verteld dat Tom Fress dus daar vertelt over van Inquisition Update en dat hij een boek aan het lezen is en aan het bespreken is dat gaat over Rome en dat gaat ook over de Inquisitie. En hij zei, Inquisitie, wat is dat? En die jongen die was einde van de 20, niet ouder als 30 jaar, ergens in de 20, en hij had geen idee wat de Inquisitie was. En ik moet je waarschijnlijk niet verder vertellen dat de volgende 10 minuten voor mij interessant waren, want ik heb geprobeerd hem zoveel mogelijk weten te kunnen meegeven in 10 minuten als ik maar kon. Maar dat was... het lopend bewijs voor wat ik altijd zeg, hoe dat de Jesuiten erin geslaagd zijn, onze opleiding, onze manier van te leren, op zo een dergelijke manier te manipuleren, dat een jonge mens van rond de 30 jaar zelfs het woord Inquisitie nog niet eens meer kent. Ja. Laat staan, weet wat in het geschiedenis de Inquisitie betekent en betekende. Ja. En daarvoor is het belangrijk om niet alleen de Inquisitie te kennen, maar vooral het geschiedenis te kennen. En het geschiedenis te kennen begint met de waarheid te kennen. Want alleen als ik de waarheid ken, kan ik de vervalsing herkennen. Ja. En de waarheid staat maar op één plek. En dat is de Bijbel. En daarom dat we dat vandaag gelezen hebben. Ja. En ik hoop dat het jullie geholpen heeft. En dat het jullie aanzet tot jullie eigen studies. En als je vragen daarover hebt, dan mocht je mij altijd contacteren. Via de commentaarsectie van de video. Jij kunt mij via YouTube-kanaal een persoonlijk bericht sturen. Of je kan mij contacteren via Skype. Mijn Skype-naam is Joggler77, J-O-G-G-L-E-R-7-7. En als je een motivatie daarbij schrijft van waar je me kent bij een contactaanvraag, dan zal ik er altijd op antwoorden. Bedankt voor het luisteren en kijken. En misschien nog de laatste woorden van Perry om af te sluiten. Nou, de laatste woorden van Perry. Wat en dacht je? Mogen God jullie
begeleiden en zegenen op al jullie wegen. Tot de volgende keer. Jörg van Joggler 66 zegt tschüss. Ja, mensen. Christus Jezus heeft gezegd, tel je zegeningen. En jullie mogen luisteren naar Jörg Liesman. En ik weet hoe hij eruit ziet. Ik weet waar hij woont. Ik kan morgen naar hem toe. En hij praat recht tegen jullie. Ortho betekent dat ook wel. Ortho is Grieks, maar dat praten die mensen destijds. Hè? Ortho. En dan heb je dus dox, en dat betekent woord. Dus hij is orthodoxe. En niet van een kerk. Ik heb aan Jörg Liesman nog gevraagd, ga je wel eens naar de kerk? En hij zei, nou, het zou kunnen, maar de dichtstbijzijnde is 40 kilometer en... Ja, moet ik daar iedere keer naartoe? Want je kan gewoon je Bijbel zelf lezen. Je kan je Bijbel iedere dag toepassen. Je kan wel naar de volleybalvereniging gaan en denken van nou, dan ga ik lekker leren volleyballen. Ja, of je gaat zelf volleyballen. De biljartvereniging geldt hetzelfde voor. En wij doen dit om jullie duidelijk te maken dat de Bijbel, dat is geen bullcrap. Echt niet. Geloof ons nou maar. En dan mag je wel denken dat jou, Perry Winkel en Jörg Liesman, dat binnen een volidioten gezelschap. Oh ja, joh. Dan moet je eens goed naar ons luisteren. En net zoals Jörg Liesman, zag ik hier af Hamburgs. En ik wist niet eens dat het Hamburgs was, maar dat is een toeval of zo. En Jörg Liesman zegt altijd: tjus. En ik zeg dan meestal gewoon tjus. En dag, liefers.